iedereen. Ik wil de live opzetten. Dag allemaal. Bijna 7 uur, dus het concert gaat zo meteen beginnen. Ik ga eerst nog even de draden bijregelen die van de toetsen naar de klepels gaan. Omdat die soms uitzetten door warmte, krimpen door de koude. Oké, het instrument staat goed. Het concert van vandaag is ook een anti-corona concert, een antivirusprogramma met vandaag liederen over eenzaamheid. So, songs about loneliness. Vele mensen zijn eenzaam in deze periode en misschien is het wel een troostende gedachte indien men zich ervan bewust is dat heel veel mensen eenzaam zijn, ook muzici, componisten, zangers. Zijn wel eens eenzaam en die hebben dat ook op een creatieve manier tot uiting gebracht. En dus het concert van vandaag heeft eigenlijk als thema Eenzaam ben je nooit alleen. En ik begin met een van de bekendste liederen rond eenzaamheid. Dat is La Solitudine van Laura Pausini. Thank you.
volgend lied ook een heel mooie song. All by Myself van Erik Carmen. En dat is een, voor een deel een ontleend aan een klassiek werk. Een thema uit een langzaam deel van het tweede pianoconcerto van Rachmaninoff. Volgend nummer, bekend nummer van Roy Orbison, Only the Lonely. Thank you.
Als het gaat over eenzaamheid mag de Engelse zangeres Adele niet ontbreken. Vandaar een van haar grote hits, Hello. Thank you.
Misschien hebt u het al meegemaakt de laatste weken dat er in de supermarkt geen melk meer te verkrijgen was, omdat er werd gehamsterd. Daarom speel ik de song No Milk Today van Herman's Hermits. Dit heeft ook met eenzaamheid te maken, want my love has gone away. Een Vlaamse hit rond eenzaamheid, Wiltura, ik ben zo eenzaam zonder jou. Thank you.
Een oldie van Harry Nilsson, Without You. Heel vaak gecoverd en vanavond op Beiaard. Laten we ook eens een klassiek lied spelen over eenzaamheid. En dat is een heel mooi lied, Der Leiermann van Franz Schubert uit zijn liedcyclus Winterreise. Het gaat over een eenzame lierdraaier, een zwerver. Het is het laatste lied uit deze liedcyclus, ook een van de laatste liederen die Schubert geschreven heeft. Thank you.
terug naar de 20e eeuw. Een beetje midden van de 20e eeuw met Elvis Presley. Are You Lonesome Tonight? Een hele mooie song over eenzaamheid, Coldplay, The Scientist. Thank you.
Normaal gezien zouden we de speling gedaan zijn na dit stuk, maar ik ga zometeen nog twee extra stukken spelen. Ter nagedachtenis van Olivio Versluis, de jongeman die deze maand 10 jaar geleden is verongelukt, omdat hij van de gevel van dit gebouw, de bibliotheek, is gevallen. Zijn vrienden willen hem gedenken en hebben mij dan ook gevraagd om zijn lievelingssong te spelen. Dat is Changes van Tupac. En daarna speel ik nog als laatste lied ter nagedachtenis van Olivio. Forever Young, een heel toepasselijk lied, lijkt me.
Trouwens, laatste nummer van vandaag, dus ook ter nagedachtenis van Olivia Versluis, Olivio Versluis, Forever Young van de Duitse groep Alphaville.
Forever Young voor Olivio Versluis, die volgende zondag 10 jaar geleden is overleden door een ongeval op dit gebouw. Bedankt voor het luisteren en volgende week, nee, dan zeg ik morgen om 1 uur opnieuw concert. Speciaal voor de gedetineerden van de hulpgevangenis van Leuven. En in de namiddag nog 2 concerten, omdat ik zal spelen tijdens de wandeling van de gedetineerden en dat is in 3 shifts. Dus speciaal voor deze doelgroep een bijzonder concert. Hopelijk tot morgen. Dag.